Yes, welkom bij weer een nieuwe video. Want zo beginnen alle vlogs van alle grote vloggers. Ik moet hierin praten trouwens. Want dit is de tweede keer dat we de roadmic gaan gebruiken. Dus ik hoop dat die vandaag wel werkt. Maar we zijn bij Twitchcon. En voor ons is een thuiswedstrijd. Want we zijn in Rotterdam. Ik moet een beetje dicht bij mijn mond houden, merk ik. In Ahoy. En Twitchcon is eigenlijk... ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Het is een mix tussen een gamebeurs. En eigenlijk een soort van verzameling waar heel veel streamers, bekende streamers, komen. En je meet en greets worden georganiseerd. Er zijn heel veel theaters waar van mensen iets vertellen over de industrie. Voor ons de belangrijkste game-industrie. Maar ik ben nog nooit op Twitchcon geweest. Dus ik hoop, of de game-industrie, de gamebeurs eigenlijk. Hè. Dus ik hoop dat er gewoon veel uitgevers staan, dat we een beetje veel kunnen gamen. Dat stands staan. Dus ik hoop dat te vinden hier. Want het is de eerste keer dat het in Rotterdam gehouden wordt, toch? Dus er bestaat ook al een aantal jaar Twitchcon. We waren 2 jaar geleden in Los Angeles. Of nee, in San Diego. En daar was ook Twitchcon. Alleen die was uitverkocht. Dus dat was wel jammer. Dus toen waren we daar toen we daar ook was. Maar er zijn er dus 2 in de wereld. Eentje is in San Diego en eentje in Europa. Vorig jaar was het in Parijs, daarvoor was het in Amsterdam, maar nu voor het eerst in Ahoy. En dat is eigenlijk een beetje net als bij de FIFA. Dus een gemeente of een stad die moet een soort van bidboek inleveren waarom zij vinden dat ze Twitch mogen organiseren. En Rotterdam heeft dat gewonnen voor dit jaar tot 2026. Dus 3 jaar mogen zij het organiseren. En dan moet ze echt zeggen van oké, we gaan in Rotterdam gaan we allemaal dingen met games doen en we gaan het hier laten zien enzovoort enzovoort. Anyway, long story short, best heel tof, groot ding. Dus nee, dat wil ik eigenlijk vertellen. Dus wat het dus is een gamebeurs, maar heel Europa komt naar Rotterdam en naar deze beurs toe. Wij zijn wel op de zondag en gisteren was het zaterdag. Toen was het de eerste dag, want dat wilde ik nog wel even tegen je zeggen, omdat ik wel zag dat het een 2-daags evenement was. En wij zijn er op zondag, want zaterdag was helaas uitverkocht. Dus we gaan zien wat er dan vandaag allemaal is, te doen is, toch? Zeker. Ja. En ik hoop wel relax eigenlijk, dat het ietsje rustig is. Want de comments van voorgaande jaren is dat het altijd wel heel erg druk is, lange rijen zijn. Dus ik hoop dat het iets minder is. Maar misschien, zullen we nog een conceptje Twitch uitleggen? Misschien grappig, misschien knip ik het. Oké, dus Twitchcon Rotterdam, let's go. Tof is, vind ik, of het grappig is. Ik weet niet wat we moeten verwachten, of wij allebei niet. Dus we laten ze eigenlijk verrassen. Ik hoop gewoon dat we veel kunnen gamen, dat er veel stands staan. Een beetje rondje lopen, elk rondje is anders. Dus ik laat me verrassen eigenlijk. Twitchcon Rotterdam 2024. Let's go. Let's go. Oké. Nou, de eerste hal, het zijn 6 hallen. Dat is ook wel mega groot, hè, wat we van tevoren zagen. Maar wat dus opvalt, mij gelijk opvalt, is dat je, en dat is natuurlijk het toffe van Twitchcon, dat er vaak stands staan die je bij een normale gamebus niet zozeer ziet. Zoals bijvoorbeeld deze van McDonald's. Geen idee wat ze daar doen. Maar de eerste hal tot nu toe ziet er belovend uit. Hè? Ja. Ja, toch? We zien achter ons zijn we aangekomen bij de MSI stand. En ja, heel eerlijk gezegd, ik weet niet wat te doen is. We gaan zo even kijken. Maar wat ik wel heb gezien, als ik over mijn schouder heen kijk, is een aantal dingen van Made for Arcade. En waar kennen we Made for Arcade van? Van onze unboxing video van de grijpmachine die we hebben gemaakt. Ja we leren ze kennen bij Gameforce natuurlijk, onze video. En uiteindelijk hebben we daar een mooie toffe unboxing gemaakt van onze eigen arcadekast die je thuis kan gebruiken en die wij dus hebben. En nu staan onze vrienden hier. En ik zie met een, hoe heet dat eigenlijk, zo'n hamer dat je punten moet halen als je hard met een hamer slaat. Ik zie het, ja. En ook een grijpautomaat, dus we gaan even kijken. Ja. Made for Arcade op de MSI stand. Jij hebt ook spullen van MSI, toch? Ja, heel mijn gamekast is eigenlijk, mijn computer is van MSI. Dus zowel, het was eigenlijk een pre-build, dus heel de computerkast. Ik heb mijn 94 RTX kaart erin zitten, maar ook van MSI. Dus ik ben fan van MSI, dus ik ga even kijken. Let's go, MSI. Laat me verrassen wat jullie hebben vandaag. Chicken dinner, hij had hem. Maar hier zie je eigenlijk de evolutie van, terwijl iemand op de arcadekast ramt, de evolutie van de laptops van MSI, de game laptops, van 2014, 18 tot
Ja, dit is... 2004. Dat zei ik? Ja, 2004. Tot een nieuwe paradepaardje, de Titan 18HX. Een 4K mini LED display. Ja, een zieke laptop is dit. Dit kost wat meer, Jan. Oh, daar heb je wat. Er zit een 4080 kaart in. Je hebt ze tegenwoordig ook van met een 4090 kaart. Maar... Oh, het is wel dik hoor, dit. Dat is eigenlijk een soort... Ja, we hebben de Asus Ally hebben wij thuis. De Asus Ally heet die. Ik ben eigenlijk niet zo tevreden over, want die... Sorry Asus, als je dit ziet. Ik zei dus, we hebben de Asus Ally thuis. Alleen het is echt een PC als een portable. Dus als een switch zou je bijna zeggen. Alleen dan echt een PC. Alleen die Asus Ally, de eerste versie. Ik krijg heel veel foutmeldingen. En ik weet niet, het speelt gewoon lekker. En heb ik eigenlijk gekocht voor Call of Duty. Dus ik dacht, dan ben ik op vakantie. Ik kan een beetje Call of Duty spelen, hotelkamer. Alleen ik merk dat hij toch met internet dat hij heel veel lag had en niet lekker speelde. Mortal Kombat speelde wel heel lekker erop. Maar goed, dit is een nieuwe versie van MSI. Dus de con-collega's. Jij bent wel blij met dat. Ja, jij speelt Core Island. Dus Asus Core Island loopt wel goed daarop. Op de Ally. Maar Call of Duty een beetje veel lek. Dus dit is een nieuwe variant van de MSI. Hij heet de Claw Grip and Gain. Ja, ik ben benieuwd. Ik probeer te kijken of ik Call of Duty kan opstarten. Want het staat er wel op. En dan ben ik heel benieuwd hoe die speelt. Alleen maar install. Is er eentje die ik niet hoef te installeren? Lijkt niet. Het moet gewoon iets kant en klaar zijn, zou je zeggen. Nee. Pauze. Staat niet een game op die er gewoon al in zit? 4K 120 hertz. Dit is echt... Hier, dat moet je allemaal installeren. Maar er moet toch iets zijn wat al gewoon... Een library. Werkt hier iemand? Er moet toch een game zijn die zeg maar al geïnstalleerd staat? Of zie ik dat verkeerd? De stand aangekomen van de gemeente Rotterdam. En we staan hier bij de grote man die het naar Rotterdam heeft gebracht. En ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar het is wel gebeurd. Want we hadden het in de intro over het bidboek wat Rotterdam heeft geschreven om Twistcon naar Rotterdam te halen tot 2026. En we hebben hier Martijn en jij hebt ervoor voor gezorgd. Ik was wel benieuwd, hoe is dat gegaan? Is dat echt als een bidboek, net als bij het voetbal, dat je een soort van heel document inlevert van oké, wij zijn de gemeente Rotterdam en hiervoor halen we het naar Nederland, of wil je het naar Rotterdam halen? Ja, nou, ongeveer wel hetzelfde. Het enige verschil is inderdaad dat we als gemeente Rotterdam hier niet heel veel geld op tafel gelegd hebben, maar we hebben vooral aan Twitch aangegeven dat we heel erg trots zijn als ze zouden komen. Ja. Hebben we gewoon gezegd dat we ons best gaan doen om ze een warm welkom te geven. Ja. En dat vonden ze fijn en daarom hebben ze uiteindelijk voor Rotterdam gekozen. Oké. Okay. Ja, want ik had een interview gelezen toen het aangekondigd was met de eigenaar, Dan heet hij. Ja, de eigenaar van Twistcon. En ik weet niet of hij zei van ja, het is behalve zeg maar de venue waar het gebeurd is, is het ook echt heel belangrijk wat in de stad gebeurt. Hè? Want kan je iets aangeven van wat in de stad Rotterdam gebeurt op het moment dat zo'n beurs is? Nou, waar ze vooral naar op zoek waren, is dat ze zeiden van we zijn op zoek naar een plek waar onze community zich fijn voelt. Want ja. Twitch gaat over communities. Ja. En wij hebben gezegd dat in de stad Rotterdam iedereen welkom is. Dat zijn we van oudsher gewend. Ja. En je merkt het in de hele stad. Ze gaan de horeca in. Overal krijgen we goede berichten terug. Dus, Helemaal goed. Hey, we zijn hier op de stand van de gemeente Rotterdam, mag ik wel zo zeggen? Ja, samen met het Grafisch Lyceum en met Rotterdam Partners. Okay. Ja. Kan je ons meenemen in de stand? Wat is hier te doen? Nou, het leuke ervan is dus dat we de stand vooral gebouwd hebben inderdaad om mensen gewoon het warme Rotterdam gevoel te geven. Dus een warm welkom. We hebben geen producten verkopen, nee? Maar dus het fijne gevoel. Dus we hebben simracers neergezet. We hebben een student van het Grafisch Lyceum heeft alle artwork gemaakt op de stand. Daar zijn we echt enorm trots op. Het artwork hebben we zelfs doorgetrokken op de auto's die in de simracers gebruikt worden. Okay. En inderdaad, nou, gewoon mooie plaatjes voor Rotterdam. Dat alle internationale bezoekers weten dat we gewoon de mooiste stad ter wereld zijn. Ja.
Nou ja, dat lijkt me een duidelijke boodschap. Dat is wel geluk, denk ik. Ja, tenzij je iets anders denkt. Nee, ik ben er helemaal, helemaal over. Nee, en je zegt Grafisch Lyceum en is dan dus laat zichzelf meer zien van dit kunnen we hier, of dit leer je eigenlijk als je bij ons op school gaat. Is dat een beetje de pitch van de stand ook voor? Nou, het is vooral inderdaad gewoon voor het gasvrije gevoel. Ja. Maar bij het Grafisch Lyceum moet je inderdaad ook aan denken dat bijvoorbeeld mensen die gewoon heel creatief zijn, zeg maar games bouwen en technologie, dat lost zichzelf wel op. Maar de creativiteit en zeg maar gewoon iets kunnen ontwerpen, ja, daar zijn Rotterdamse jongeren gewoon de beste in. Ja. En daar op het Grafisch Lyceum zijn bij hun opleidingen. Het kan ook zo worden dat je bijvoorbeeld 3D-artist wordt en bij een gamestudio gaat werken. Dus je hoeft niet technisch developer te worden. Ja. Ja, wij gaan nog een rondje nemen. Of een rondje kijken eigenlijk op de stand. Maar heb je nog een laatste pitch? Ik zeg, oké, kom vooral als je dit ziet volgend jaar hierheen, want... Nou, ik zou volgend jaar vooral hierheen komen, omdat Twitchcom gewoon echt een unieke ervaring is. En het is vlakbij, dus hetzelfde als het EK in de buurt is, dan gaan we ook met z'n allen. Ja. Dus als Twitch in de buurt is, dan gaan we ook. Ja. Andere keer misschien ooit in Parijs, maar tot 2026 in Rotterdam. En waarschijnlijk door jou, Martijn? Nee, dat ga ik gelijk even nuanceren. En ook die teksten van de grote man. We hebben met een heleboel collega's hebben dit gedaan, van communicatie tot en met de mensen van Rotterdam Partners. Ze samenwerken met Rotterdam Hooi. Dus het is echt gewoon echt Rotterdams teamwerk. Ja. Niet lullen, maar poetsen en handen uit te houden en make it happen. Okay. Dus dat doen we met z'n allen hier zo. Twitchcon 2024, make it happen. Let's go. Geef wel wat weg. Voor haar verjaardag nog. Nee, we proberen het te begrijpen, maar... Soms is het lastig te begrijpen wat ze doen of wat ze zeggen of waar ze voor staan of wie ze zijn. Maar ja, goed, grappig om even erbij te kijken. Maar volgens mij moest hij haar verjaardag raden. Wanneer is mijn verjaardag? Okay, ja. Oh ja, en hij wint wat. Leuk hoor. Lekker maat. Goed bezig, maar hij is groot fan. Hij is al op de eerste rij. Groot en groot fan. Even kijken. Oh, we hebben hier inderdaad een tafel. Ik zag net al heel veel Pokémon kaarten. Oh, kijk. Weet je wat low aan Pokémon kaarten vind? Nou? Dat sommige gewoon 2000 euro zijn of zo. Nou, ik heb heel veel Pokémon kaarten heb ik gespaard vroeger. Ontzettend veel. Maar er zijn ook heel veel Pokémon kaarten waar ik bijvoorbeeld helemaal geen weet meer van heb. Maar Charizard. Ik... Ja? Dat is ziek, hè? Ja, bizar. Ik snap niet waarom ik die ooit heb verkocht vroeger in mijn eerste... Ik denk dat iedereen dat zegt. Ja, ja, echt waar. Ik heb echt stapels heb ik gewoon verkocht. Echt voor heel weinig. Terwijl ik echt denk, ik heb zoveel spijt. Ik heb dat jarenlang verzameld. Echt. Ja, heb je al eentje op deze beurs al eens verkocht van zo? Ja, ja. Ik heb er eentje verkocht voor 1500 euro. Ja, ja, ja. 1500 euro. De duurste die we laatst verkocht hebben was voor 8000 euro. Ja. En welke kaart was dat? Goldstaan en Klaassen. Ja. Oké, ja, top. Maar je loopt het ook weer ergens in, zeg maar, online. En dan denk je, oké, hier kan ik marge op maken. Van mensen die het kwijt willen. Ja, ja, ja. Als je verzameld hebt. Wij kopen het heel graag op. En dan sturen het net zelf op. Dus wij zijn er echt heel veel tijd op kwijt. Ja, ja, tuurlijk. En dan is het maar hoe hoger het cijfer wat er terugkomt. Zeg maar, dit is dan een 10. Hoe hoger het cijfer, 10 is dan hoogst. Oké. Okay. Hoe waarde je eruit haalt. 2000 euro. Ja, ja. Maar toen spaarde ik het al niet meer. Bij mij was het echt nog... Jij koopt hiervoor, ik zeg maar, 1500. En dan hoop je maar dat ik het voor de twee kan kopen. Dan in die kaart zonder dat plastic is zeg maar waarschijnlijk een paar honderd piek zeg maar, okay. 50, 60 euro. Ja. En als hij dan zo terugkomt, ja, dan is het een beetje wat een gekke vergeten. Ja, 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 ja. Ja, ja, natuurlijk, vraag aanbod van. Ja. Tof hoor. Oh, grappig. Het gaat nu voor ons gezicht gebeuren. Iemand heeft een kaart en hij wil weten wat het waard is. Dus op zich, ja, super tof om te zien. Ja, wel heel erg tof dat hier echt kaarten liggen van een paar duizend euro. En wat ik zeg en wat hij zegt, mensen hebben echt spijt dat ze het ooit hebben weggedaan. Echt voor een paar tientjes. Kijk, want hij neemt het echt op. Hij zegt ook van hoe hoger het nummer, hoe interessanter ik het vind. En hij kan gewoon binnen één oogopslag zien van oké, hij zegt nee, dit is allemaal fake, nep. Hij zegt deze twee kaarten die zijn echt. Ja, ja, zijn echt of zijn... Ja? Ja? Oké, super. Hij gaat het verschil laten zien, dat is wel tof. Dat je laat zien. Ja. Dit zijn echte.
Dit is wel heel erg nep, moet ik eerlijk zeggen. Waar zie je dat gelijk aan? Ik ben een leek, hè? Dus ik kan het je echt heel makkelijk laten zien. Wauw. Zit, die is dan ook helaas nep. Ja. En als je deze door midden scheurt, zie je een zwarte lijn. Een soort van coating in het midden. Ja, en dat heb je met die neppe kaarten. Die hebben ook anders. Je voelt het ook per kaart dat ze nep zijn. This is very interesting. So the fake ones don't have a darkish print. The real ones do have that darkish line that is slightly in there. Die should have deze horen patroon te hebben, dus een soort relief. Oké, dit is een echte. Als je dus deze hebt, je ziet dus. Ja, het relief erin zitten. Het relief en dat voel je ook. Ja. Die andere ones zijn not hollow either. En die hebben het niet. Het is bizar. And the color difference is just. I can rip this one. Look, I can't even rip it. Ja. Is er nou heel veel zwart handel dan hierin, dat het gewoon uitgeprint wordt? Ja. Vooral in het buitenland. En ja, het klinkt heel lullig, maar kleine kinderen die daar geen benul van hebben. Ja, tuurlijk, die kopen het. Die kopen het, die worden opgelicht. Ja. Dus die dat net wel weten, die ruilen dan neppe kaarten voor echte kaarten. Ja, het is heel zillig als ik dan wel eens op als we op Pokémon beurzen staan, dan komen die moeders. Ja, hij heeft dit geruild met die met vrienden, kan je even kijken. Dat hij nep is. Oprecht super grappig. Van Monke Lloyd, als ik het goed zeg. Ja. Don't get me wrong. Ik zal de link gelijk in de video zetten. Ja. Maar wat hun doen, dan staan ze op beurzen. Oh, ik moet hierin praten. Ja, geintje toch. Ik zei Monke Lloyd, maar misschien zeg ik het niet goed. Maar ik ga de link in de video zetten. Maar wat hun doen, ze staan op beurzen met alle Pokémon kaarten. Dat is echt gewoon hun core business. Maar nog meer ook met Disney producten en andere zaken. Maar je kan dus net een beetje met auto's dealen. Dus je kan auto's inleveren, in dit geval een Pokémon kaart, en ze verkopen het. Maar toevallig was er een jongen die ging kaarten inleveren om te verkopen. En hij kon eigenlijk gelijk zien dat driekwart, bijna 9% gewoon nep was. En hij liet even zien hoe dat werkte. Ja, en super sneu, want daar is blijkbaar is er heel veel criminaliteit in. Dat hij ook zegt van weet je, er zijn vriendjes onderling. En die vriendjes die voelen dan dat het echt is. En die ruilen stiekem die kaarten om. Ja. En dan komen ze hier met een mappie aan. En dan zeggen ze, kijk eens wat ik allemaal heb. En dan is het nep. Dus dat is voor de jongere generatie natuurlijk super sneu. Maar ik heb het onwijs veel gespaard vroeger. Onwijs veel. En ik heb er ontzettend spijt van. Met al mijn kaarten die ik heb verkocht. Maar ja, dat is helemaal hoe het is. Duizenden euro's kunnen hebben. Ja, zo. Nee, maar hele zwarthandel zit erin. Worden gewoon kaarten gedrukt en verkocht voor een normale prijs. Maar wel tof, hij ziet in één oogopslag en hij liet het dan voelen en zien hoe je kan zien. Dat is een beetje met geld dan in dit geval ook weer, hoe je kan zien dat nep is. Hij maakt ook wel eens keuzes om de verkeerde kaart in te kopen. Dat zegt hij ook wel. Maar heel leuk om eens te zien en wat voor prijzen. Ja, en Pokémon is nog steeds gewoon hot and happening onder heel veel mensen. Ik ga er goed op als ik kaart zie van 2000 euro. Denk je, holy gek, iemand betaalt gewoon 2000 euro voor een kaart, gek. En daar ga ik goed op. Maar Monke Lloyd, als ik goed uitspreek. Heel tof, dat een toffe gast en toffe uitleg. Nou, we gaan wel ballen gooien, joh. Kijk, dat is goed. Oh, yes, I want it. Kijk. This is one of this. Ah, great. Kom, jij mag kiezen. Mirjam, jij mag kiezen. We hebben één van deze magneten gewonnen. Even kijken, één van deze. Magnet, gewoon een sticker of een keychain? Wil je een pin, een magneet, een sticker of een ketting? Een magneet. Perfect. And you want also a classic sticker? Ja. Yeah. Wil je een sticker? Welke sticker wil je? Die. Het is een want to try yellow extension. Green. You can gain it. Ja, pak maar. Yes, thank you very much. Thank you. Thank him for helping me. Thanks, man. You're welcome. Thanks. What's your name of the company? Viewer Attack. Hi. Say to the people that they must buy. Hello, Dio. Oh, sorry. It's Viewer Attack. Search it on Twitch. And if you see any of your streamers you like that use it, support it, and we'll be very happy. Thank you. Cheers. Thanks, guys. Thank you.
eigenlijk? Nou ja, dat wilde ik ook zeggen. Ja. Ja, ik zeg het even zo, want anders hoor je me niet. Dat wilde ik ook zeggen. Ik hou echt van gezinsspellen en bordspellen. Dus oprecht vind ik het grappig om hier te zitten. Het is een spel, Lord of the Rings. Maar ja, dat is super moeilijk. Dan ben je echt een uur bezig om het uitgelegd te krijgen. Maar ja, zoals deze mensen dat inderdaad heel actief krijgen. Maar leuk. Leuk. Ja. Ja, meer kan ik er ook niet echt heel erg van zeggen. Grappig. Het is geen... Kijk, weet je, wij zijn verslaafd aan Kwik. Dat leg je binnen 10 minuten aan een kind uit. En daardoor spelen wij gezinsspellen. Dit is dan weer wat heftiger, maar... Ja. En zitten er misschien ook kaartspellen bij die mensen dan hebben bedacht en die hier heel graag willen laten zien? Of valt het mee? Deze hebben hele desk met 1000 kaarten van... Ja, inderdaad. 5000 euro waard. Ja. Lekker. Ik denk dat het een soort pre-out work drink is. Ja. Het heet Gamers Sub. Ja, gewoon supplementen voor gamers. Het is gewoon 1-op-1 verteld, ja. Lekkere smaak, zoet. Het is zoals het een wijnproeverij is. Maar je hoeft niet te ruiken, dan ruik je niks. Dat is best lekker. Ja. Ik heb jouw drink opgedronken. Nee, maakt niet uit. Ik hoef niet meer. Nee, ik heb een beetje. Ja? Ik ben gelijk gefocust. Oh, lekker. Ja, lekker. Oh, lekker. Cheers. Cheers. Zo, hier staat een hele lange rij. Maar waarom staat hier een lange rij? Om een product te kopen of niet? Zal het er niet? Ik weet niet waar die rij eindigt. Oh, die chick. Die chick die daar zit. Oh. Met een mondkapje. Een dame met een mondkapje. Er staat een hele lange rij, echt tot achter. Er staat een hele lange rij. Tot achter, ik zeg, wat is er aan de hand? Ik zie niet wat er gebeurt. Maar er zit een Aziatische dame zit handtekeningen uit te delen. Schijnbaar is zij heel bekend, maar ja, we hebben geen idee. Ik heb geen idee. Ik zou er 100 keer voorbij lopen. Ja. Maar ja, schijnbaar kennen heel veel mensen haar. Maar die rij is echt lang, hè? Ja. Ik denk dat zij de Ronaldo of de Messi van de... Ja, is in Japan. In Japan, ja. Gok ik wel. Ik vind Hellmann's hele lekkere mayonaise. Hellmann's lekkere mayonaise hebben jullie. Alleen. Ja, ik zie ook dat ze Rocket League spelen, maar ik ben niet zo goed in Rocket League. Dus ik denk dat wij de... Nee, ja, daar ben ik ook niet goed in. De pot mayonaise aan ons voorbij moeten laten gaan. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk. En ik zat helemaal niet in de microfoon te praten, dus ik weet niet of je me hoorde. Maar we zijn hier dus bij een soort marketplace. Met allemaal kleine steentjes waar je dingen kan kopen. En, maar ik moet zeggen, normaal zie je een soort van echt game gerelateerde dingen. Maar het is hier meer, ja, wat is het? Anime, stickers, posters, t-shirts. Nou, misschien is het wel gewoon, ik zie alleen maar anime eigenlijk, nu ik aan het rondkijken ben. Dat is echt een anime hoekje. Wat ik wel tof vind zijn dit soort dingen, zijn die beelden. Dat vind ik echt altijd heel dik. Lijkt wel... Oh, dat is het ook. 3D geprint, maar zij schildert het dan. Dus dat is wel heel tof. Hey. Het zag er wel tof uit. Wilkes vind ik dan wel weer kick. Maar het is gewoon een hele anime hoek, joh. Nou ja, geinig gedaan. Ja, ze hebben verschillende foodcourts. Dit is er één van. We hebben daar pasta en daar is allemaal Indisch, Thai, sushi. Maar gelukkig heb je een paar foodcourts, dus dat is wel goed. Het heet dus de Artist Alley, kwam ik achter. Staat er heel groot boven ook.
Dat zijn inderdaad allemaal artiesten of gewoon mensen die zelf iets maken. En oprecht, soms zitten er wel toffe dingen tussen. Ja, als je kijkt naar deze kaarten, wat is die gemaakt? Maar al die steentjes maken die mensen het zelf. Dat is wel geinig. Kijk dan eerlijk, hè, dit is voor Rotterdam. Hey. Even kijken. We komen weer bij een aantal foodtrucks. Ik heb wel honger, moet ik zeggen. Ik heb wel trek gekregen. En dat komt omdat ik de Big M in mijn vizier zie. Ja, waar wij... ook... Oh, ik ga door je heen praten. Ja, is die ook een swirl? Dat vind ik lekker, zeg. Een swirl. Ik wil een swirl. Nou, neem jij een swirl? Kijk wat ze hebben voor jou. Ze hebben voor jou een crab. Dat is heel lekker. Een crab. Ik lust wel een crab. Welcome to McDonald's. May I help you? Yeah, can I get a happy meal with McNuggets? Apple slices. And one chocolate milk, please. I'd like a happy meal, yeah. Wanneer je hier eet spel, ja? Wat samen met McDonald's ontwikkeld is. Het is eigenlijk een spel, maar je speelt een raketje of je bent een raketje. En dan moet je eigenlijk zo zacht mogelijk proberen op de maan te laten landen. Ah. Dus, en dan zitten er maar hoogteverschillen in en op bepaalde plekken staan dan keer 5, keer 2 of keer 3. Meer vertel, want er gebeurde heel veel in een hele korte tijd. Want we stonden in de rij bij de McDonald's. We stonden in de rij bij de McDonald's. Ja, hoe weet. En ik werd uit de rij gehaald. Ik heb jou heel eventjes nodig. Ik denk, nou prima, camera op mijn gezicht. Zeg, ze spaar je toevallig punten van de McDonald's. En ik denk, nou hey. En ik spaar, nu heb ik je, dacht je. Nu heb ik jou. Want ik spaar zeker punten van de McDonald's. En ik zoek nog punten, want ik wil die hangmat. Ja, zeg. En voor de mensen die het niet weten, je kan bij de McDonald's nu voor 4 of 5.000 punten een hangmat. 7.000 punten een hangmat scoren. Dat is echt veel. En toen hebben wij nog gekeken van, ja oké, okay, zoveel punten hebben we niet. Maar zij dacht wel, zo, deze chick is echt enthousiast. Want ik wilde, zegt ze, en hoe, nee, dat verwachten ze niet, ja. En doe je wel eens spelletjes? Nou ja, ik zeg, ik weet dat je spelletjes kan doen op de app. Ja, en wat doe je dan met die punten? Zeg ik, ja, weet je, dan koop ik gratis producten aan. Ik gaf jou nog laatst een McFlurry, weet je, die is dan helemaal gratis. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk hadden ze bruikbare content. Ja, en toen die gozer in de rij, dat ga ik jou allemaal niet vertellen, maar... We hebben een nieuwe vriend gemaakt. Hey, dat is altijd goed, hè? Dat is ook altijd goed. Dus er gebeurde ontzettend veel in redelijk korte tijdspanning. En dan gaan we even kijken waar we naartoe gaan. Ja, we gaan even een rondje lopen. We hadden eigenlijk een beetje in gedachten dat de McDonald's onze laatste stand zou zijn. Ik vond nou niet echt heel boeiend wat je daar kon doen. Nou, ja, ik weet niet of je binnenkwam. Er staan 2 arcades, maar het schijnt de oudste arcade te zijn die je kan spelen. Of één van de... Maar die van mij was gecrashed, dus ik kon helemaal niks. Jij liet hem crashen. Ja, ik liet hem ook crashen. Ik ging 10 keer op de knopje drukken, maar... Maar ja, dus Pong. Dus mensen denken altijd dat Pong de oudste arcade was. Ik bedoel, dit hebben we laten vertellen. Ik bedoel, ik laat me ook alles aansmeren. Schat, maar... staat een mute. Of niet? Nee. De M van mute. Hij loopt wel. Oh, sorry. Nee, van Mono, sorry. Maar, dat Pong de oudste is. Maar de mensen spelen dat thuis en volgens mij, zeg maar, in een echte arcade schijnt dit de een van de eerste zijn. Dat poppetje moest je laten landen op een maan. Maar, misschien is het helemaal niet zo. Maar dat maakt het soort van speciaal aan deze 2 arcades dat dit een van de eerste waren. Dus de God of all arcades. Heb jij gewoon op gespeeld, hè? En je hebt wel laten crashen, maar goed, kleinigheidje. Kleinigheidje heb je altijd. Nou, we gaan even een rondje lopen. Ik wil even daar kijken, bij dat grote scherm. Kijken of ik daar iets kan doen. Ja. Oké. Okay. Maar er gebeurde inderdaad wel veel, want ook die gozer van Game Kings kwam in één keer voorbij. Goos van Game Kings? Ja. Heel vervelend, irritant, elke keer dat microfoontje heen en weer. Nee, ja, die had gewoon een paar afspraken, dus ik kwam bij toeval tegen. Maar wat moet ik over zeggen? Shout-out naar Koos van GameKings. Even mis aan chillen en praten. Ik wil dit even spelen. Dat ziet er wel kijk uit. Maar wie speelt dit? Oh, ik dacht, hier wordt gespeeld, maar hier wordt gewoon uitgezonden. Oh. Dit is ook Delta Force, denk ik. Maar... Het ziet er wel dik uit, hoor, op groot scherm.
Ik sta hier bij Delta Force, wat is het? Hulk Ops. Ziet er echt super dik uit. Ik kon het eigenlijk helemaal niet. Alleen er zat een hele lange rij om te spelen. Dus dat is wel jammer. Dus je kan wel bij iedereen meekijken en ik moet zeggen, het ziet er echt dik uit. Het is gewoon een mix tussen Call of Duty en meer simulatie. Ik weet het niet. Het ziet er wel tof uit. Alleen er staan er te lange rijen om te spelen. Dus dat is wel jammer. Als ze iets meer pots hadden neergezet, dan had ik het gespeeld. Maar ik heb geen zin om te wachten. Maar het ziet er wel heel dik uit. Delta Force Hulk Ops. Het is, lijkt een beetje een mix tussen Tarkov en Call of Duty. Dus wel fast pace, maar toch niet helemaal wel langzaam. Ik moet een beetje in gaan duiken, maar het ziet er wel heel tof uit. Dus ik dacht, ik ga deze game checken. Maar we gaan nu niet in de wachtrij staan alleen. Goeie pokoes hier, hoor. Select te draaien. Je moet naar die andere, Twist Rivals. Duidelijk even kijken. Tentroom staat dan zeg maar daarboven. Ja, maar ik weet niet of dat voor ons is, hoor. Is dat een content room? Ja. We gaan nu naar Twist Rivals Arena. Geen idee wat het is. Maar ja, als je niet weet wat het is, moet je kijken. De aanloop ziet er heel spannend uit. Hè? Nee joh, je moet altijd, laat je verrassen. De laatste keer dat we zijn bij de RTM Station, dat hier een groot podium is. De laatste keer was bij Outsiders. En die video staat ook online. Nou, dat was ook hier. Hey, dank je. Wat heb je? Wow, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Hi. Zo, heel gaaf. Blijf filmen. Ja, er wordt hier zo meteen de PlayStation 6 wordt hier aangekondigd en wij zijn er gewoon bij, hè? Wij. World Premiere! Xbox komt met Game Pass 2.0. Gaat allemaal hier gebeuren, jongens, dus wij zijn erbij. Oké, we zijn aangekomen bij de RTM Stage. Volgens mij RTM Stage heet het, in ieder geval de zaal waar de hoe heet het eigenlijk, de Rivals? Ja, de Arrivals. De Arena Arrivals zijn. Maar het is dus voor Minecraft en er zijn 10 teams die het tegen elkaar opnemen. En schijnbaar is er een mode in Minecraft, in ieder geval die ze gemaakt hebben, dat ze gaan winnen. Maar mag ik jou vragen om nog één keer te vertellen wat we precies hier doen? Want we hebben een expert naast ons zitten. Nou, expert ben ik niet. Nou, kijk, laat ik zo zeggen, iedereen meer weet het dan mij. Dat is al vrij snel, die noem ik een expert. Maar kan je me even vertellen wat we hier gaan zien zometeen? Minecraft Championship is iets wat al een aantal jaren bestaat. Het is begonnen door Scott Major, die daar in het gele team ook zit. Oké, ja. En het zijn 10 teams van 4 spelers die elk straks in Minecraft allemaal minigames gaan spelen en tegen elkaar. Ja. Als ze winnen krijgen ze punten en dus degene die aan het einde de meeste punten heeft, die is de kampioen van Minecraft. Tot de volgende MCC en dan zijn er ook weer wat nieuwe spelers die erbij komen. Dus ze roteren ook wel in de spelers die meedoen. Hier heb ik ook het gevoel dat ze wat real life opdrachten gaan hebben aangezien er fietsen staan en de kubussen. Maar normaal gezien is het gewoon inderdaad zij allemaal van huis uit en minigames binnen Minecraft die opgezet worden door onder andere Scott Major en nog een hele lading mensen. En dat is van bouwen
van dingen, een PvP-fight, dus echt gewoon met zwaard en schild tegen elkaar vechten. Het kan van alles zijn eigenlijk wat ze als opdracht krijgen. Ja, we kwamen net achter, zei je dat. Dat zijn heel veel, dus eigenlijk heel veel buitenlandse teams. En er zat één Nederlander. Er zit één Nederlander tussen bij de Wolven, als ik het goed zeg. Jeremy Fraser. Daar kwam hij net achter. Ah, okay. Maar voor de rest zijn het inderdaad Amerikanen, Britten, een beetje van overal. Ja. Echt de wat grotere YouTubers en Twitch-streamers van Minecraft die hier aan meedoen. Okay. Hey, wat, kijk, we zitten hier nou even een kwartiertje of zo, 10 minuten. Maar wat me opviel, net toen ze mensen gingen aankondigen, ging echt de hele crowd ging helemaal los. Kijk, ik ken niemand van Minecraft, maar ook dat ik heb het gevoel dat die following echt uit het buitenland komt voor deze mensen om ze hier te supporten of te steunen. Dus dat vind ik wel best wel tof voor die mensen. Ik ken ze niet, maar ik was eigenlijk voor de Nederlander, maar dat mocht niet van jou. Hè? Ik moet voor, voor de lama zijn, zeg toch? Ik ben hier zelf voor False Symmetry, dat is een van de leden van Hermitcraft. Dat is een groep aan YouTubers en streamers die samen spelen op één server. Geweldig mooie dingen maken. Aangezien zij meedoet, ja, dan moet ik wel voor gaan juichen. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje voor de Nederlander, want ik ben zelf een Nederlander, maar ja, dan, mijn voorkeur gaat naar haar uit. Mogen ze zelf uitvechten zometeen? Ja. Ja, toch? We mogen dat in Minecraft gaan uitvechten. Ja, precies, precies. Kijk eens. Publiek gaat los. Wat ik wel ziek vind, het is echt, ja, ik weet niet of het goed op camera overkomt, maar het is echt een soort van tv-productie lijkt het al. Ik zie echt vliegende camera's. Het is echt, ja, de GoPro is natuurlijk van ver weg, maar er zijn zoveel camera's, systemen. Het is zo professioneel. Het is een normaal productie lijkt het net, hè? Net of we bij Talpa zitten. Oh, nog 1 minuut. Ik ben heel benieuwd naar de openingsshow. My name is Quinn again. Dit was hem voor ons in ieder geval, TwitchCon 2024. We hebben eigenlijk alles gehad. En ja, ik vond het eigenlijk wel tof. Voor de eerste keer dat we er zijn, dus het voelde een beetje als een ontgroening. Dat is de eerste TwitchCon die we hebben bezocht. Ik vond het wel tof. Toch een mix tussen een gamebeurs en nou ja, wat we van tevoren zeiden, wil ik zeggen. Dus zijn meet and greets met bekende streamers die wij dan weer niet kennen. Maar er is ook een, nou ja, dat zag je misschien net in de video natuurlijk, een grote theaterzaal, een hele televisieproductie. Met in dit geval Minecraft wat tegen elkaar gespeeld werd, maar andere dagen waren er andere spellen. Dus dat zag wel heel tof uit. Dus het was een mix tussen die twee componenten, kan ik dat zo zeggen. Wat me een klein beetje tegenviel is dat we geen games hebben gespeeld. Omdat er gewoon heel weinig animo was, of in ieder geval heel weinig mogelijkheden was om games te spelen. En als er games waren, waren de hele lange rijen. Dat hebben we niet gedaan. Ja. En normaal, bij de normale gamebeurzen, doen we natuurlijk de hele dag door games. Ja. En dan is het lopen wat minder. Dus dat is het verschil wel. Maar ik vond het wel heel erg tof qua aankleding en de mensen met wie we ontmoeten hebben, hè, allemaal. Ja. Ja, ja, zeker. Dus er staan niet echt heel veel developers die echt games uitbrengen. Toevallig wel de laatste video die wij even geschoten hebben van Delta Force. Die game wilde ik heel graag spelen. Alleen er staan er weer te weinig consoles, of in dit geval PC's, waardoor er een hele lange wachtrij staat. Dus dat is wel jammer. Wel veel games gezien, alleen niet als normaal inderdaad dat we echt fysiek zelf aan het gamen zijn. Ik moet wel nog een kanttekening plaatsen en dat is de prijs. Heel eerlijk, want we hebben per kaart €75 betaald. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk veel te veel geld voor hetgeen wat je krijgt. En dus ik vond het tof, maar prijs-kwaliteitsverhouding zou ik de helft willen betalen voor hetgeen wat ik gehad heb. Snap je? Dus ik zou het volgend jaar ga ik weer, best wel leuk. Zeker het eten en drinken natuurlijk. En als je nog merchandise wil kopen, dat is natuurlijk ook allemaal super duur. Ja, ik bedoel, je had net zo'n pannenkoek met Nutella erop. Een crepe inderdaad. Crepe. 8,50. Ja, zoiets inderdaad. Ja. En dat is allemaal prima, alleen eind van de rit. Is het dan waard? Vind ik €75 van veel te veel voor hetgeen wat je krijgt. Ja. Waarschijnlijk ga ik volgend jaar weer, want ik vind het wel gewoon tof. Maar dat verder. Ja, het is gewoon tof om een beetje rondjes te lopen. Een beetje kijken wat gebeurt er, wat is er nieuw. We zagen nieuwe microfoons die mensen konden gebruiken, nieuwe koptelefoons. En wat wel anders is dan TwitchCon bij andere gamebeurs, dat je andere bedrijven ziet als normaal. Dus dat maakt dan ook wel weer grappig. Maar ik vond het leuk. Oké. Okay. Nou, dat was hem. Yes, doe je handen op de camera of een trucje of doe maar iets. Hebben ze niet een speciale Twitch?
Twitch-afsluiting. Twitch-afsluiting. Ja, weet ik niet. Hoe doen ze? Die zwaaien allemaal toch? Alle Twitch ja, zwaaien altijd. Volgens mij alle mensen op Twitch die abonneren en die liken deze video, dat gaan ze wel doen, denk ik. Dat moeten ze ook doen. Moeten ze doen. Nou. Twitch 2024, dankjewel. Tot de volgende. Dankjewel. Cheers. Sure, you want a beer? Ja, dat wil ik. Dankjewel. Kijk, even zo. Dankjewel. Familie thuis. Jullie willen er vanaf. Ja, dankjewel. 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 Gebeurt allemaal, joh. Hè?